Hi en welkom terug bij een nieuwe Hot Coffee Show, waar we hete koffie hebben, zoals je ziet. Soraya heeft een ontzettende lekkere bak koffie. Het is omdat het erop staat. Ja, al die bonen die ik ruik. Mm, ja, nee, zelf gemalen natuurlijk ook. Zeker. Maar we gaan onder het genot van een bak koffie gaan we een leuke stelling behandelen. En de stelling komt van Peter. Ja. Want schijnbaar is weer niemand erin geslaagd om een mooie, fijne stelling aan te leveren. Dus doen we het zelf. Maar kop op jongens, je kunt echt wel een leuke stelling bedenken. Iets relevants, iets leuks. En daarom hebben wij deze week ook een hele interessante stelling over Nintendo. Soraya, waar gaan wij het over hebben? We gaan het hebben over Nintendo's avontuur dat ze natuurlijk aan zijn gegaan. En dat is de stelling, Nintendo's Mobile Game Adventure is eigenlijk gewoon gefaald. Mislukt, dood, in de grond gestampt. Wow. Oké, daar gooi je echt in één keer een aantal termen erin waarvan ik zou zeggen, nou, valt eigenlijk wel reuze mee, zou ik zeggen. Maar we hebben het over de apps. Over de Nintendo's endeavors binnen de apps. Mm-hmm. Ik heb er niks op tegen. En ik heb ook niet het idee dat het zo slecht gaat. Ja, ze hebben Miitomo gecanceld, maar er is nou eenmaal de circle of life van apps. Ja, maar app heeft echt een jaar bestaan. Twee jaar! Ja, maar dat betekent niet 2 jaar goed. Oh, we gaan nu gelijk stoppen. Dat betekent eigenlijk het eerste weekje, vond iedereen het leuk. Ja. Daarna bleef iedereen een beetje hangen. En 1,5 jaar was hij dood en nu denkt Nintendo maar, oké, we verlossen je uit je lijden, hier heb je spuitje. Nou, ik denk niet dat het spuitje zoiets fouts is. Dat gebeurt met mobiele games. En ja, Peter had het er ook al over in de podcast. Dat het was echt een hype die eerste maand. Echt, iedereen had zoiets van, oh, voeg me toe op Miitomo. En dan kunnen we kleding uitwisselen en domme vragen en antwoorden naar elkaar sturen met een piepstemmetje. Dat je pizza houdt. Ja, nou ja, goed. Ergens had het natuurlijk wel iets en het was even een kortstondige hype. Maar het heeft toen wel bij Nintendo bewezen van, oh hey, maar deze mobiele markt, gratis games op smartphones uitbrengen, why the fuck not? Ik bedoel, Pokémon Go is misschien, het is ook van Nintendo, maar niet echt van hun vaste ontwikkelaarpartij, DNA. Maar het is wel, ze hebben echt wel succesjes geboekt daarin. En Fire Emblem Heroes is ook zo'n game die het gewoon best wel goed doet. En Day, weet je, die had ook een relatief grote hype, zei het dan iets oosterser. Is niet fout. Nee, maar ook niet heel goed. Zeker niet voor een naam als Nintendo. Het is gratis. Wat is er mis mee? Ja, gelukkig is gratis. Want we kennen nog even de hele fiasco van Mario Run. Oh, oké. Ja, dat is Super Mario Run even is een geval apart. Ja, oké. Tone the fuck down. Shut the fuck up! Ja, oké. Ja. 10 euro, hè? Ja, oké. Maar daar hebben ze denk ik ook. Freaking, ik heb 10 euro betaald. Daar, jongen. Hier. 10 euro. Vond je het 10 euro waard? Nee. Wat vond je het waard? Nul. Advertenties. ja, nul. En dan inderdaad gewoon af en toe dat je midden in je level zoiets hebt van, hey, wil je trouwens iets kopen op een obscure Chinese website? Van mij heb ik een euro, maar 10 euro. 10 euro is inderdaad voor een mobiele game. Maar then again, ja, weet je, het is gewoon de mobiele markt. Iedereen wil gewoon gratis games. Mensen gaan bitchen over een mobiele game als het 3 euro is. Ja. Ook als het een hele goede mobiele game is voor 3 euro. Weet je, een mooie indie of zo, weet ik veel. Stel, ze maken fucking Stardew Valley op een smartphone. Geheid als dat 3 euro kost. Mensen gaan bitchen. Hoezo is dit 3 euro? Ja, want de algehele consensus is gewoon, ik kan gratis shit downloaden op Android en iPhone. Waarom moet ik nou ineens betalen? Ja. Dus dat is ook wel apart dat Nintendo daar überhaupt voor is gegaan, voor 10 euro. En het is denk ik wel een beetje spugend gezicht van sommige gamers geweest. Maar al die andere games, weet je, Fire Emblem Heroes, Miitomo dan misschien iets minder, Animal Crossing Pocket Camp, het zijn wel goede dingen. Het zijn goede dingen, maar dat is ook niet. Het zijn gewoon kleine hapsnap, zo van, oh, je houdt van deze game hier, neem een gratis versie op je mobiel, kun je ook gewoon onderweg. Weet je wel, als je geen 2DS of je Switch bij je hebt of zo, dan heb je hem zo erbij. Ja, ik vraag het me af. Ik vraag het me echt heel erg af. Want we hebben inderdaad Animal Crossing en dat is heel tof, maar ik denk dat heel veel mensen me eens zijn als ze zeggen dat het niet helemaal is wat we hadden verwacht. Nee, maar dat is ook gewoon, het is een smartphone en Nintendo springt daarop in. Dan moet je ook niet gaan verwachten dat daar in één keer Switch-waardige titels of zo op komen. Weet je, smartphone games zijn ook kleine hapsnap dingetjes. Dat is juist waar een smartphone in zegen viert. Weet je wel, dat je even, je staat op je koffiezetapparaat te wachten tot het opwarmt. Weet je wel, relevant en zo. Maar dan ga je een mobiele game spelen, heel kort even. Je wil niet iets wat super engaging is als een Breath of the Wild, wat je urenlang opslokt. Ja, maar dat zijn de apps van Nintendo, zijn ook niet dat inderdaad even kort dat je denkt, ik ken die Candy Crush level. Nee, want Animal Crossing is gewoon, ik doe 3 verzoekjes en ik zeg, ik bouw een halfpipe, want die is exclusief nu in het winter evenement en that's it. Weet je wel.
Weet je hoe lang je daarmee bezig bent? Ja, waarschijnlijk wel 2 dagen. Maar dan, dat is juist, weet je wel, dat is het punt. Dan klik ik het aan en kan ik 2 dagen iets anders doen. En dan kom ik er weer op terug. En dan, oh, oké, ik doe nog een paar verzoekjes. En... Ik weet niet. Ik denk dat Nintendo toch eigenlijk nog voor veel kleiner moet gaan. Ze hebben namelijk hele prachtige franchises. Hele mooie herkenbare characters die ze in kunnen zetten. Ja. Zoals de game... ik weet hem wel. Ik weet hem. Hij komt er nu aan. De poppetjes zonder armen, benen, maar wel met handen en voeten. Die. Rayman. Wat? Ja, nu is het niet van Nintendo, maar dan wil ik even een voorbeeld zien. Ja, oké. Okay, ja. Die mobile games zijn echt heel erg goed. Als je neemt speelt trouwens, doe het even. Ubisoft heeft goede mobile games. Die zijn echt goed en die hebben echt die characters gebruikt. Ja. Maar Nintendo, ze hebben zoveel en dus, naar mijn idee net niet. En zeker van zo'n enorme naam. Verwacht je dat ze even iets beter doet? Het is het eerste endeavors op de appmarkt of zo van Nintendo. En ik denk dat ze gewoon even, ze zijn, weet je al, een beetje aan het zoeken waar hun balans ligt. En welke franchises geschikt zijn om mobiel te maken en welke niet. Maar ik zou niet zeggen dat het geflopt is. Ik denk sterker nog dat Nintendo hier de komende jaren nog wel meer aandacht op gaat gooien. Ik denk niet dat het geheel geflopt is, maar ik denk wel dat hij bijna aan het flatline is hoor. Maar ze kunnen absoluut nog eventjes, weet je, die shockers erop. Ja, Miitomo 2. Ja. Confirmed. Ja, je hoort het bij ons eerst. Ja, inderdaad. Ik hoor nu in mijn oortje. Ik weet niet. Ik vind het wel lastig. Ik ben heel erg benieuwd wat Nintendo gaat doen. Maar je hebt misschien wel een punt dat ze kunnen er meer uithalen. Maar ze moeten gewoon waarschijnlijk nog even ontdekken van wat is the way to go. En ik denk dat Pokémon Go is duidelijk van, oké, dus daar zit ons succesje. Dat soort dingen moeten we vaker doen. Maar goed, dat valt dan ook op. Dat is namelijk niet Nintendo. Dat is gewoon niet En dat moet ze denk ik vaker doen. Inderdaad, van die grote, al gewoon gevestigde partijen op de mobile game market. Ja. Die in laten zetten. Want Pokémon Go was echt een succes. Daarna iets minder en nu steeds minder. Ik bedoel... Er zijn nog steeds mensen die het best wel regelmatig spelen. Ja, maar je ziet hoeveel van de enorme deden. En dan bedoel ik niet alleen maar gewoon de piek in de hype in de zomer, maar ook daarna. Het is natuurlijk allemaal een beetje afgebrokkeld, maar dat is logisch. Dat is de life cycle, de circle of life van... Fiets, omdat het veiliger is om daar mijn telefoon in te zetten. Echt? Oké. Ik doe dat gewoon in de auto dan, weet je wel. Gewoon in de auto vangen. Nee, oké. Het is een aparte markt met een aparte marktwerking. Maar ik zou zeggen dat Nintendo... waarschijnlijk wel iets hier gevonden heeft. Ze hebben nog niet echt... They didn't struck gold. Nee. Weet je, ze hebben dat nog niet echt zo van... Dit is de ultieme formule. Maar ze komen er wel langzaam maar zeker. En ik denk dat Pokémon Go al dichtbij kwam. Dus ik verwacht wel dat Nintendo daar meer mee wil gaan doen. Waarschijnlijk met DNA in plaats van Niantic. Ja, eens. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het gewoon. Maar het moet beter dan nu. Want dit is... Nee, ik ga nooit meer 10 euro uitgeven aan Nintendo. Nee, maar het is ook wel de manier van Nintendo om kleine, misschien een beetje afgestorven franchises weer terug te brengen. Chibi Robo. Gooi het naar de smartphone. Advance Wars. Gooi het naar de smartphone. 1080 Avalanche. Smartphone, alsjeblieft. Kom maar door. Ik wil al die dingen. Tom, nee. Jawel. Nee. Jawel. Dat koopt toch geen kip, geen hond, geen paard. Jawel, ik wel. Ik ben wel voor... Nee, free-to-play en gewoon een of andere shitty microtransacties erin. Maar dan heb je tenminste wel nog dat Nintendo makkelijk kan laten zien van deze franchises leven nog. We testen even of ze nog terug kunnen komen met een kleine mobiele titel. En ik zeg van sure. Nee, prima. Ze moeten gewoon lekker de bekende erin houden. Inderdaad, Luigi moet nog even een keertje langskomen. Peach. Weet je, en dat gewoon lekker herkenbaar neerzetten. Die moeten gewoon Switch-titels krijgen, zou ik zeggen. Ook? Gewoon die moeten zoveel mogelijk. Of, gewoon ook. Oké, weet je wat? GBA-versies nog een keer. Daarom zei ik Advance Wars. Dat was zo vet destijds. Maar dat kan zo makkelijk op een mobiel. Why Nintendo? Maar goed, wij gaan er denk ik nog wel even over door discussiëren, maar we sluiten de aflevering denk ik hier af. Mocht je zelf een leuke input of inbreng of whatever hebben, feedback voor ons. Ja. Vertel ons wat jij zou zeggen van, nou wat is nou een echt pareltje wat Nintendo zou kunnen maken op de mobiele telefoon. En wat je dan ook nooit meer zou willen uninstallen. En dat verkopen wij dan door aan Nintendo. Ja precies, dat idee gaan wij dan, hey Nintendo, we hebben trouwens ook een goed idee. En je mag ook een stelling achterlaten voor volgende week, dat we weer iets hebben om over verder te discussiëren. Gaarne. Doe iets leuks, iets relevants, iets het is nieuws. Of zo. Ja. Doe je echt die meme nou? Ja? Oké. Okay. Dat was het voor deze week. Thanks, Raya. Yes. Wat gaan we dan met je koffie? Cheers. Dit is ook vies water ook, hè? Bunnings water, gadverdamme.